Ja, ik zeg altijd voor degene wel eens eigenbelang, hè, wat ik allemaal doe. Ja, is natuurlijk ook zo, want ik ben er wel de eerste, ik heb nu 2 jaar het systeem. En ik merk echt dat het gewoon veel beter gaat, zeg maar. Maar ja, je doet het ook gewoon, ja, dit wil je ook graag voor andere mensen, zeg maar. Hoi, ik ben Jaap. En in deze serie neem ik je mee naar de potlopers van morgen. Ik spreek met ze over hun drijfveren, de successen, de manier waarop ze falen en hun toekomstperspectief. Het zijn ondernemers en innovators die de wereld willen veranderen. Vandaag spreek ik met Robin, nationaal icoon en toonbeeld van hoe persoonlijk ondernemerschap kan zijn. Uiteindelijk gaat het om de patiënt. En we hebben hier 5000 patiënten in bestand staan. En waar ik morgen een mailtje uit doe, dan wordt heel Nederland gek. En niet alleen Nederland, denk ik. Maar ja, dus uiteindelijk bepaalt de patiënt. En niet de fabrikant. En dat is ook goed. Gisteravond zag ik een TED-talk van je. En dat vond ik vrij indrukwekkend. Zeker op het einde, waar je ook emotioneel werd zelfs. Het zegt veel, denk ik, over je en hoe je in ondernemerschap staat. Kun je daar iets over vertellen? Hoe ver gaat het voor jou? Ja, hoe ver dat gaat, dat kun je eigenlijk pas voor mij echt goed begrijpen als je zelf suikerziekte hebt, denk ik. En de behandeling, de moderne behandelingen, zeg maar, op de AP nu na, zeg maar, al die behandelingen die er nu zijn, daar halen mensen gewoon hun behandeldoelstelling. Je wordt wel behandeld, maar dat is dan meer zoiets van, nou ja, het is wel ongeveer goed, maar niet zoals het wordt. Ja, echt de belangrijkste drijfveer, denk ik, gewoon dat je een oplossing wilt hebben, dat je normaal kunt leven, zeg maar. Als je kijkt naar de ontwikkeling van je bedrijf, hoe zou je dat typeren? Zeker ook als je terugkijkt, is het iets wat je heel bewust hebt vormgegeven, waar je een hele duidelijke strategie voor had, of zijn het ook dingen die je overkomen? Je schreef ergens in de waan van de dag, neem je beslissingen en groeien. Hoe ontwikkelingen zijn vormgegeven? Als je 15 jaar geleden kijkt naar dit, dan heb je misschien, dan denk je van jeetje, daar begin ik helemaal niet aan, bij wijze van spreken. Maar we hebben ups en downs en al die dingen die komen langs dan, zeg maar. Maar ja, als je nu terugkijkt, dan denk je, ja, daar is het eigenlijk best wel heel snel gegaan. Dus dat is een beetje, die grote berg, ga je de boom opstaan, denk je, ja. Maar als je onderaan staat, denk ik, dus maar goed, dat je dan de top niet ziet, zeg maar. En dat zorgt dat je doorgaat, denk ik. En dat is in de waan van de dag. Ja, je maakt stappen, je tegenvalt, je hebt succesjes. En die successen, ja, dat zorgt weer voor dat je weer verder kunt, zeg maar. Als je nu terugkijkt, dan is het een heel proces wat jullie door zijn gegaan. Kun je eens vertellen wat daarin de successen waren die doorslaggevend waren voor daar waar je nu staat? Ja, het zijn eigenlijk altijd wel de studies, zeg maar. He, dus dan krijg je, je bent op een gegeven moment een paar jaar bezig om iets te maken. En ja, dan heb je alleen maar jezelf als reflectie, zeg maar. En op een gegeven moment heb je iets gemaakt en dan denk je, ja, dat is ook best wel goed, heb je zelf getest. Maar dan is toch de spanning, zeg maar, van hoe gaan de mensen waar het voor is, zeg maar, hoe gaan die dat ervaren? En hoe reageren die daarop, zeg maar? En dat zijn eigenlijk wel de belangrijkste meetpunten ook, zeg maar ook van, nou, als zo'n studie dan gewoon goed verloopt na verwachting, dan denk je, ja, dat is wel erg gaaf. Daar krijg je enorm veel voldoening van, zeg maar. Nou, dat zijn wel weer mooie dingen, daar leef ik echt wel naartoe en denk, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat straks gaat en dan kunnen we die mensen helpen. Maar je kunt ook, dat is dan de mensen die het hebben en waar die alvleesklier eruit moet, die verliezen heel veel kwaliteit van leven. Dan kun je ze teruggeven misschien, hè, met dit apparaat. Maar wat nog veel mooier is in de toekomst, als een deel van die patiënten is gewoon erfelijk bepaald dat je die ziekte krijgt, zeg maar. Dus als je, maar dat is wel bekend dat na het 30ste levensjaar dat dan begint. En dat je dan bijvoorbeeld zegt van, nou ja, je hebt nu de keus, haal voor je 30ste die gezonde alvleesklier er maar uit. En ga met kunstalvleesklier verder. En dan heb je val je misschien iets terug in kwaliteit van leven, maar dat is eigenlijk wel te verwaarloosd. Maar de kans op kanker ben je dan eigenlijk kwijt. En dat is uiteindelijk waar de wetenschap naartoe wil, zeg maar. Dus, en dat is mooi als je daar aan de basis staat, als dat systeem van ons ook bij die mensen gewoon net zo zou werken als bij type 1. Ik zie ook niet in waarom niet, maar dat weet je niet. Want er is toch zijn dingen weg uit het lichaam. Dus ja, dat gaan we zien. Volgens mij is dat ook heel typerend voor ondernemerschap. Hè? Het echt zelf vol betrokken willen zijn bij die ontwikkelingen. Hoe typeer jij ondernemerschap? Ik ben echt van om dingen zelf te doen, zeg maar. En dat is, ja, je hebt twee wegen. Je kunt heel veel dingen uitbesteden. Dan denk je dat je heel hard gaat, zeg maar. En dan uiteindelijk, de mensen die je inhuurt, die zijn vaak toch een beetje,
ja, anders betrokken, laat ik het maar zo zeggen. Dus die doen het meer voor het geld. Dus dat is een andere drive, zeg maar, nadat je dat zelf hebt. En dan vaak zie je dan toch dat of het qua tijd niet past, of het qua kwaliteit niet past, of het toch net niet is wat jij dan wilt, zeg maar. De andere weg is om daar allemaal zelf mensen bij te bedenken, is ook niet echt een goedkope weg. Maar dan heb je wel controle over wat je doet, zeg maar. En ik denk, als je, ja, ik weet niet of ik een goede ondernemer ben, zeg maar in ieder geval, ik probeer wel, zeg maar, de processen zelfstandig te maken, zeg maar. Dus uiteindelijk mezelf, klinkt misschien raar, los te werken, zeg maar, uit die organisatie in dat opzicht, dat ik kan er ook gewoon maar niet meer, zeg maar. Je kunt niet met 50 man functioneringsgesprekken doen en allemaal dat soort dingen, dat gaat gewoon niet. Maar je hebt er dus in die zin ook geen moeite mee om dingen los te laten. Op het moment dat mensen daar vol voor gaan, dan durf je dat. Ik ga er gewoon uit dat de mensen de dingen met de juiste intentie doen en met de juiste drive. En dat we dan ook de goede dingen doen. En natuurlijk kijk je wel mee en begin meer dan later. Je wilt toch wel een klein beetje ook diegene het gevoel geven wat jouw ideeën zijn, zeg maar. En geld, heb je aangegeven, is zeker niet jouw drijfveer. En er komt natuurlijk ook een moment dat je zelf stopt. Is het voor jou denkbaar, ook als je vanuit impact redeneert, dat een grote multinational op een gegeven moment jouw kindje verder zal brengen? Ja, ik zeg altijd van, kijk, als je elkaar versterkt met de juiste intenties, dan kijk, het maakt mij niet uit, zeg maar, wat voor manier dat systeem straks beschikbaar komt, zeg maar, in die zin. Alleen ik merk wel, als je dat loslaat zelf, zeg maar, ja, dan zijn er heel andere beweegredenen die uiteindelijk voor zorgen dat het misschien niet er komt. Kijk, misschien zeggen die aandeelhouders van, ja, ik wil zoveel procent rendement, dan zit je er een procent onder en zeg je, oh, stop er maar mee. Nou, dat kan niet waar wezen als er zoveel mensen van afhankelijk zijn, snap je? Dus uit die cyclus, daar wil ik uitblijven, zeg maar. En je ziet dat het best vaak natuurlijk een grote zoektocht is voor ondernemers, hè? Die zoektocht naar kapitaal. Hoe zou jij het Nederlandse investeringsklimaat schetsen? Dat is heel moeilijk. Het is echt gewoon moeilijk, zeg maar. Want investeerders zijn gewoon, ja, die hebben zoek naar meer geld. En niks anders, zeg maar. Dus de meesten, zeg maar. Dat maakt ze niet uit waar ze in investeren, als ze maar geld opleveren, zeg maar. He, dus dit levert echt wel genoeg geld op straks, dat is het probleem niet. Alleen, wij kunnen heel moeilijk zeggen, ja, CE kan zomaar een jaar, dat hebben we nu, maar dat kan zomaar een jaartje langer duren. Of ja, wanneer kom je door de toelating voor de basisverzekering? He, je bent afhankelijk van instanties, ja, het kan zomaar een jaartje tegenzitten. Zeg maar. En als je dan echt zegt, van, nou, ik heb nu 1 miljoen en over 3 jaar wil ik 1,5 miljoen hebben. Ja, dat kan maar zo even tegenzitten, zeg maar. Oké, en van de meer bestuurlijke kant, heb je wat aan overheden? Ja, daar hebben we heel veel aan. Ja, dat moet heel eerlijk zijn. Ik heb, voordat we nationaal icoon werden, hoorde ik wel eens van andere bedrijven, oh, daar heb je allemaal niks aan, weet ik veel. Ja, daar was ik al een beetje sceptisch over. Hoor. Want kijk, je moet zelf ook dingen doen. Ja? Dus je regering gaat je echt niet vooruit trekken, zeg maar. Die kan je alleen maar duwen, die kan je helpen. Maar je moet wel zelf de wegen uitzetten, zeg maar. En hoe belangrijk is de rol van een ambassadeur in die zin? Hè? Dus iemand in de markt die op gaat staan en zegt, dit product... Dit moet er komen? Heel belangrijk, zeg maar. Dus kijk, in het begin wat we gedaan hebben was, ja, zonder, ja, dat was een beetje schimmig. Daar ben ik heel eerlijk in. Dat was gewoon, ja, het werd wel bezwaar met medici, maar dat ging in die tijd allemaal nog een beetje zo van, laat maar eens kijken, hoe het gaat. Joh. Tegenwoordig kan dat niet meer. Je moet CE-keur, al dat soort dingen moet je hebben, zeg maar. Je hebt medisch-ethische commissies waar je protocollen, en dat wordt allemaal steeds meer. Dus je moet steeds professioneler de dingen doen, zeg maar. En dat is ook goed. Maar daar is het wel belangrijk dat je in die beginfase iemand vindt die, ja, erin gelooft, zeg maar. Die zegt van, nou, ik wil het in ieder geval een kans geven. In ons geval is dat de AMC, is Hans de Vries geweest, zeg maar. Die destijds zoiets had van, nou ja, we zien wel. Laat maar eens kijken, laat maar proberen. Hoe kijk je aan tegen jullie businessmodel? Heb je een model voor ogen waarin jullie rechtstreeks aan de eindgebruiker gaan leveren? Of is het complexer dan dat? Nee, hoe de medische kant in elkaar zit. Je hebt natuurlijk, zeg maar, een gebruiker, je hebt een leverancier, je hebt een betaler en je hebt een verstrekker. Dus je hebt een vierhoeksrelatie. De patiënt moet het willen, dan moet de arts zeggen, jij mag het. Dan zegt de verzekeraar, oké, wordt vergoed. En dan zijn wij pas, zeg maar, die zeggen van, oké, wij gaan het leveren. En wij leveren dus niet aan de betaler. In de medische wereld kan het zo zijn, dat is met het huidige voor huidige systeem ook zo. Er wordt voor een aantal jaren een product geleverd wat eigenlijk gewoon, ja, niet altijd even fijn
werk, maar ja, het is betaald en je moet het er maar 4 jaar mee doen. Dus dat is een beetje lastig. En die arts die zit dan met die behandeldoelstelling niet haalt. Dus de verzekeraar die zegt van ja, kost veel geld, maar ja, het levert er ook niks op. De patiënt zegt ja, ik heb het wel gekregen, maar mijn leven wordt er niet beter van, zeg maar. Of ik heb alleen maar meer ellende meer. Dus ja, zo krijg je, is dat een hele rare verhouding, zeg maar. En je hebt dus wel het idee ook dat jullie deze mechanismen in de markt kunnen beïnvloeden en kunnen veranderen? Nou, en ik heb dat, omdat ik ook zelf patiënt ben, wil ik het ook wezenlijk anders doen, zeg maar. En wat wij nu gaan doen is dat we willen eigenlijk van die 4-jaarstermijn gewoon af. Want ik vind gewoon het apparaat moet presteren. Ja, en de patiënt moet tevreden zijn. En dan houdt hij hem en anders dan levert hij maar weer in. En dat is eigenlijk een hele gezonde verhouding, zeg maar. Ook voor de fabrikant, zeg maar, om... Ja, je wordt gedwongen om iets goeds te maken, zeg maar. En niet van, ik gooi iets over de schutting en over 4 jaar zie ik wel weer. En op het moment dat je wil stoppen, dan stoppen de kosten nog. Dat is voor de verzekeraar weer handig. En dus die heeft gewoon kosten op het moment dat het gebruikt wordt en verder niet. Die heeft niet voor 4 jaar betaald en vervolgens legt die patiënt hem 4 jaar in de kast. En er gebeurt niks. En de arts haalt zijn behandeldoelstelling. Dus die is ook blij. Die zegt, ja, nu uiteindelijk een patiënt, zou ik hem graag wel hebben, zeg maar. En die verzekeraar is dan weer blij, want die patiënt die heeft minder complicaties aan het eind van de rit. En dus dat hele cyclus, als je daar dus die kwaliteit in kunt leveren, zeg maar, dan is dat ook geld waard. Want dat bespaart heel veel kosten op de lange termijn. En dus mag een apparaat dan ook wat duurder zijn. Zeg maar. En beangstigt het je dan niet ook ergens dat er niet een soortgelijk product bestaat? Ja, ik denk dat heeft toch een beetje met de halsstarrigheid ook in de medische sector te maken, zeg maar. Je moet er echt in geloven, zeg maar. En inmiddels hebben we het ook gewoon bewezen, ook klinisch, dat het gewoon goed werkt, zeg maar. En dan zijn er nog mensen die zijn sceptisch. Ja, dat kan. Maar die hebben misschien andere belangen, zeg maar, bij andere producten die door dit product, zeg maar, misschien iets naar de achtergrond gaan. Ja, dat gaan we zien, toch? Uiteindelijk gaat het om de patiënt. En we hebben hier 5000 patiënten in het bestand staan. En waar ik morgen een mailtje uit doe, dan wordt heel Nederland gek. En niet alleen Nederland, denk ik. Maar ja, dus uiteindelijk bepaalt de patiënt. En niet de fabrikant. En dat is ook goed.